Het is 24 april en ik stel mezelf de vraag wat de waarde is van een Wajong status. En dit is een nieuwe vlog van 365 dagen autisme. Hoi, ik ben Gijs Horvers en ik neem je mee in de wereld van autisme. Of misschien wel in het leven zelf. Daar komen gedurende deze vlogs wel achter. Mocht je deze vlog nou tof vinden, doe dan even een duimpje omhoog. Ik wil ook alle nieuwe volgers welkom heten. Er zijn de afgelopen dagen veel volgers bijgekomen. Ik heb de vragen van afgelopen weekend ook gelezen. Die ga ik proberen mee te nemen. Eén vraag wil ik al wel vast beantwoorden. Er wordt namelijk gezegd, hey Gijs, het gaat je wel allemaal makkelijk af om het te vertellen in deze vlogs. Ik kan je vertellen, met deze vlog zoals ik hem nu maak, die is misschien 3-4 minuten, maar er is ontzettend veel in geknipt. En daarnaast duurt het mij ook heel lang qua voorbereiding eer dat ik de juiste mindset heb. Dus het komt er niet zomaar in één keer uit. Zoals ik zei, stel ik me vandaag de vraag wat de waarde is van een Wajong status. Zo'n 10 jaar geleden ben ik in de Wajong terechtgekomen. Ik wil je daar in een andere vlog nog wel eens over vertellen van wat mij toen geholpen heeft en wat mij vooral niet geholpen heeft. Sinds 4 jaar maak ik geen gebruik meer van de Wajong en heb ik alleen nog maar een Wajong status. Dat is eigenlijk dat je gekenmerkt bent als Wajonger. Stempel. Nu mijn belastbare uren zijn veranderd op dit moment door mijn burn-out en daarmee ook mijn financiën zijn veranderd, besloot ik om maar eens naar de UWV te gaan om daar met hun te gaan praten en kijken wat de mogelijkheden zijn. Nou weet ik dat er ontzettend veel geluiden zijn over de UWV, dat het verschrikkelijk is. Is in sommige gevallen ook zo. Ik heb voor mijn ex-partner ooit ook een rechtszaak gevoerd tegen het UWV, dus ik weet een beetje hoe die hardheid is van de UWV. Maar vandaag kan ik je zeggen, ik heb een prettig gesprek gehad. Het was heel veel. Er kwamen vooral heel veel cijfers. Ja, dan wordt er gesproken over belastbaarheid en dat hoort bij categorieën en er hoort zoveel percentage bij. Wat is dan je inkomen en wat is je belastbare inkomen? Nou, al dat soort verhalen zijn er vandaag besproken. Daarbij krijg je een tip van mij, want dat was voor mij heel erg belangrijk om jezelf heel goed voor te bereiden. Weet nu een beetje wat die woorden zijn die hun gebruiken. Ook al hoef je dat niet te weten, is het natuurlijk heel erg handig als je op hun manier kunt levelen, met hun mee kunt praten op een bepaald moment. Dat helpt je om op andere momenten beter je eigen situatie uit te kunnen leggen. Ik had daar natuurlijk, moest ook vrij kwetsbare dingen zeggen. Ja, het verhaal van 2 uur per dag kunnen werken, wat eigenlijk het beste is op dit moment. Ja, dat moet je dan maar goed uitzien te leggen. Dan moet je soms ook kwetsbare dingen vertellen. Heb ik uiteindelijk goed kunnen overbrengen en nu is het wachten op de reactie daarvan het UWV. Natuurlijk zijn er allerlei toezeggingen gedaan, maar eerst zien, dan geloven. Dus er gaat nu een rekenafdeling, die gaat allerlei dingen rekenen en kijken of ze iets kunnen doen aan mij inkomen op dit moment. Zou voor mij echt een hele grote druk minder betekenen in ieder geval op dit moment. Ook al weet ik dat mijn uiteindelijke doel is weer naar boven te gaan. Zodat het weer beter gaat. En daarin wil ik jullie meenemen gedurende deze vlogs. Shit. Maar die e-mail is dus al binnen. Ademhalen.